Hallo, we zijn vandaag bij Theatercafé Massini op de Zeedijk in Amsterdam. De halve finalisten van de AKF Zonneveldprijs hebben namelijk een lied gemaakt. En Theo vindt daar wat van. De eerste sessie van deze masterclass was online. Laten we daar eerst even naar gaan kijken. Dag, hallo. Hallo. Hoi. Ik heb altijd tekst geschreven en altijd muziek geschreven. Ik ben dus nu om jullie wat wegwijs te maken in hoe je ook iets met muziek kan doen en met tekst. Laura, heb je iets voorbereid? In mijn dada kata, maar hey, Licaro, maar hey, Licaro, maar hey, Licaro, ja maar. Pas bij jullie voorstelling en wat de soort gekte van jullie voorstelling ook heeft. Deze keer heb ik nieuw gedoe. Deze keer ben ik komiek. En wat maakt mij zo uniek? Het feit dat ik grappen maak over taboe. Goeie opening vind ik het voor een voorstelling. Je hebt zo'n mooie, hoge, dunne stem. Dat is mooi. Wij kunnen ook contact met jou opnemen, Theo. Ja, en laten we eerst met mailen beginnen. Dankjewel. Oh, nu een harde. Er is natuurlijk veel achter schermen gezeten. En er is gemaild vooral. We zijn eigenlijk voornamelijk, hebben ons geconcentreerd op de tekst. Dat is ook voor een liedje toch wel het belangrijkste, dat de tekst eerst op orde is. Ik wil eigenlijk gewoon vrij klassiek werken. En zorgen dat iedereen die in deze maalstroom met overwinning zit, dat hij wel gewoon een liedje kan maken met coupletten en refreinen. We moesten een lied maken en ik heb er 20 gemaakt. En ik heb echt geen idee welke ik zo meteen op ga voeren, maar ik heb er wel zin in. We komen binnen in het klaslokaal met mevrouw en ik en junior. Eerst moeten we luisteren naar de lerares haar lulverhaal, maar dan de CITO-score. Dus ik zeg, kom maar door. Zou je even deze tekst willen doen zonder dat typetje? Ja. Je zegt toch al dat je in de periferie van de kak zit. Dus dat hoef je eigenlijk niet zo aan te dikken. Ik heb met Theo gewerkt aan een lied uit de voorstelling. En dat heet Ruzie. Als er ruzie is geweest, gaat het fantastisch. Mijn hart bonkt, mijn adem stokt, mijn hoofd verhit, mijn lichaam schokt. Dat je je puls in muziek, je muzikale puls, meteen loslaat. Waardoor het uitleggerig wordt. Terwijl ik denk van, zing maar lekker door. Heel veel mensen die hebben ook materiaal waar ze al tijden mee bezig zijn. Dan ga ik toch opeens met een botte bijl doorheen. En dat is altijd even schrikken. Door Theo ben ik wel weer opnieuw daarna gaan kijken van waarom staat dit woord er eigenlijk? En wat betekent dit stukje? Omdat ik eigenlijk nooit liedjes maak en ook niet zing, wist ik natuurlijk eigenlijk niet zo goed wat ik nou eigenlijk ging doen. Theo had gesuggereerd in de vorige Zoom-sessie dat ik misschien toch zou kunnen proberen te zingen. Beest is bruin, kijk me aan, ik ben verkocht. Het is gedaan. Hoefjes poetsen in de ponyclub. In dat praatzingen zit eigenlijk ritme en een soort muzikaliteit. Dus dat heeft het me opgeleverd. Dus ik ben eigenlijk heel opgetogen. Het plan was om tijdens deze masterclass aan spoken teksten te gaan werken. Theo zei, we gaan gewoon liedjes schrijven met z'n allen. En of jullie dat nou wel of niet kunnen, dat maakt me niet uit. We gaan het gewoon doen. Waardoor ik steeds opnieuw de boot mis. Met jezelf in de mist. En je wist het. Want je mist het. En je mist het. Dat je het wist. Zodra je gaat spelen met die klanken en zo, daar hou ik wel van. Ja, ik vond het leuk. Ze waren best veel met een hoog abstractieniveau waar ik erg van hou. Grappig met taal en eigenzinnig. En ze waren zeer gretig en ze wilden echt wel. Ik hoop dat ze snel, dat ze hier wat aan hadden en dat ze zich snel ontwikkelen. En dat ze niet al te veel schade oplopen van de corona.